Door Candy Dulfer. Wij gaan ons opmaken voor de derde partij vanavond met deze man, Gökhan Saki. Zijn bijnaam is The Rebel. Hij is afkomstig uit Schiedam. De man is 24 jaar oud. Hij heeft wel al 66 gevechten gebokst en daarvan 57 winnend afgesloten. 42 stuks op knock-out. Dat is niet mis. Sterke man, Ernesto? Sterke jongen. Handige jongen, slimme jongen. Ja. Oké, okay, en hij gaat het opnemen tegen deze man, Paul Slawinski. Jij kent hem beter dan ik. Paul Slawinski, oorspronkelijk uit Polen, nu vechtend vanuit Australië. En hij traint nu bij mij. Juist. Ook een sterke gozer, ziet er indrukwekkend uit. Ja, een sterke jongen. Gewoon een echte vechter. Even wat cijfertjes. 94 gevechten, 78 daarvan gewonnen, 55 daarvan op knock-out. Ja, dat weet Saki ook, dat deze Paul Slawinski. Ja. Ja, het was een Paul, dus ik zei Paul en jij zegt Paul. De man. Het is allebei goed. Goed, eerste ronde, dit is weer gewoon Muay Thai. Ja. Muay Thai in Nederland is dan toch iets anders, hè? Want in Nederland mag je vaak niet ellebogen naar het hoofd en knieën, terwijl het in Thailand wel mag. Even voor de mensen thuis, Slawinski in de zwarte broek. In de zwarte broek. Juist. Ja. En dus Gökhan Saki in de bruine. Eerste ronde. Lange gasten ook allebei zo te zien. Gökhan is niet zo heel erg lang, maar Paul is vrij lang. Ja. Rond de 1,90. Ja. Dreigen, kijken. Ja, dat is al een beetje aftasten. Oh. En die zit er goed op. Linkse hoek. Linkerhoek, ja. Hij maakt wel zijn combinaties, hè? Slaan, trap. Ja. Dat is jouw handtekening. En counteren. Nou ja, overnemen. Oeh. Dat, daar hou ik altijd van als de vechters de aanval kunnen overnemen. Snel. Ja. Achterwaartse trap. Gökhan Saki rechts in beeld dus. Is redelijk begonnen. Ja. Komt ze naar de startblokken? Je ziet dat Paul, daar kijk ik echt als trainer naar, zijn rechterhand te veel laat zakken. En dan krijgt Gökhan de kans om nu met links er overheen te komen. Dat is nou een paar keer gebeurd. Paf! En nu gaat klaar. Het Oeh! Ja, het was eerst die linkerhoek, toen nog even die blik van kom maar. Ja. Maar hier zie je. Nee, die heeft hier geen last. En Gökhan, die ruikt bloed. Acht tellen. Zo hoort dat. Ja. En feitelijk kun je eigenlijk stellen dat je nu al klaar bent. Hè? Want je staat wel weer op en je gaat wel weer verder. Maar het was een serieuze knockdown. Het zag er serieus uit, ja. Kijk, en dan moet je proberen te herstellen in de ronde. En dan, als je daar nog lang te gaan hebt, zoals nu, nog 1 minuut te gaan, is het gewoon heel lang. Ja. Weer een linker. Ja. Ja. Ja, Paul is wel een echte knokker. En die geeft nooit op totdat het over is. Dat moet je hem gewoon nageven. Problemen dus voor Paul Slawinski in die eerste ronde. Hij heeft zijn 8 tellen gehad. Naar een stevige hoek. Lijkt zich wat te herstellen nu. Elke seconde is nu in zijn voordeel. Oeh, er komt er weer een overheen. Wiebelig op zijn benen. Ja. Nee, klaar. Oef. Dat is het probleem. Juist. Wordt er nog geteld of grijpt de scheidsrechter in? Nou, de scheidsrechter Joop Ubeda trouwens. Ferry Ubeda's vader. Die neemt gewoon de juiste beslissing om de wedstrijd te stoppen. En een zeer tevreden Gökhan Saki. Mooie overwinning. Een stevige knockout in de eerste ronde van Paul Slawinski. Lucia, dit was een stevige vecht. Ja, geweldig mooi. Je zag dat Slawinski iets te rustig begon en iets te overconfident was. En dan zag je dat Saki scherp was en explosief goed kijken. Ja, en ook mooie trappen liet zien en gewoon goed keihard raakte. Goeie low kicks, goede levensstoot, goede keiharde linkse hoek. Nou ja. Slawinski traint bij Ernesto Hoost. Moet hij hier nog even wat extra bijlesjes gaan volgen? Nee, ik denk dat het met focus te maken heeft. Ik vond hem niet gefocust. Toen hij de ring in kwam was hij ontspannen en hij leunde zo terug van het gaan we even doen. En die andere jongen kwam erin van hey, ik weet dat ik goede tegenstander heb.